En dan even verder, want wie ben je? Ja, ik ben Reinier. Wie ben je hier bijvoorbeeld? Ja. En dan krijg je misschien het onderdeeltje, maar wat voor onderdeeltje ben je dan? Exact. Dus wie wil jij zijn aan de telefoon? Of wie wil jij zijn in relatie met je klant? Snap je? En zo maak je hem, zoals jij vanochtend heel bewust een paar keer het woordje specifiek inzetten, bij het sandwich feedback model. En als je hem zo inzet, is het ook nog spelende wijs, hè? Met humor en dan wordt het speels. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommigen zoiets zeggen, ja weet je, dat woord komt bijna mijn strot niet uit. Alleen snap even dat je het inpakt. Positief, aandachtspunt, positief. En dat geldt voor deze vraag ook zo. Met die identiteitsniveau. Wie wil jij zijn aan de telefoon, desbetreffende CCA? Wat wil je uitstralen? Ja, klantgerichtheid, service, luisterend oor. Mooi, snap je? Dat is een vraag op identiteitsniveau. Missie, als je zegt, ja, wat is jouw missie hier? Dan denk ik, missie, man, hou op. Oké, maar wat is concreet je doel aan de telefoon? Ja, dat maakt mij uit, ik studeer. Oké, maar hoe zouden we jouw studierichting kunnen koppelen aan de communicatie die je hier hebt met klanten? En dan maak je hem alweer concreter. En dan ben je op missie aan het communiceren. En de medewerker heeft zoiets van, oh, dat is mooi. Hé, ik dacht dat ik hier eigenlijk mijn geld zat te verdienen, maar ik kan hier ook nog wat leren. Als ik straks mijn scriptie moet verdedigen, moet ik ook communiceren. Best wel handig als ik dan weet wat voor soorten vragen ik kan stellen. Of hoe ik die heb te tackelen. Snap je? Zo maak je het. Ga je de koppeling maken vanuit de structuur en de theorie. Nou, hoe kun je het inzetten?